Bij een interview probeer je informatie op te halen of een standpunt of mening van iemand te achterhalen door hem of haar vragen te stellen. Zoiets kan natuurlijk, maar je kunt ook een interview houden met iemand die veel van een bepaald onderwerp afweet, om zo bepaalde dingen te weten te komen. Door iemand te interviewen kun je dus informatie achterhalen. Je hebt bijvoorbeeld vragen voor een werkstuk waar je aan werkt en je hebt afgesproken met iemand die daar heel veel van af weet. Bij bepaalde onderzoeken kun je ook meerdere mensen interviewen om zoveel mogelijk informatie los te peuteren of om meningen met elkaar te vergelijken. Ook als je bijvoorbeeld een artikel moet schrijven over een bepaalde band, dan is het slim en leuk om die bandleden te interviewen. Leuk. Een interview begint natuurlijk met een goede voorbereiding. Maak een vragenlijst. Weet wat je wilt vragen. Denk daar niet te makkelijk over, want het opstellen van de juiste vragen is al meer dan de helft van het werk. Het is ook belangrijk na te denken over eventuele vervolgvragen. Als je doorvraagt, krijg je vaak meer en betere informatie. Verdiep je dus echt in het onderwerp of de persoon die je gaat interviewen, want dan kun je veel diepere informatie achterhalen. Het is natuurlijk ook makkelijk om een opnameapparaatje te hebben. Dat is natuurlijk een professioneel apparaat, maar waarschijnlijk zit er op je mp3-speler of mobieltje ook wel een opnamemogelijkheid. Het fijne aan het opnemen van het gesprek is dat je niet de hele tijd hoeft te schrijven tijdens het interview. Dan kun je je concentreren op wat degene die je interviewt zegt. En dan kun je makkelijker de diepte in. Oh ja, en nog een tip. Maak eens een filmpje. Dan zie je meteen de body language, dus hoe iemand erbij staat of hoe die kijkt. Dat vertelt ook heel veel. Daarnaast is het relaxed om bij het uitwerken van het interview alles terug te kunnen luisteren. Want tijdens zo'n gesprek wordt er natuurlijk veel meer gezegd dan wat je op kunt schrijven of onthouden. Neem natuurlijk voor de zekerheid wel pen en papier mee. En nu het makkelijkste. Tips waar je op moet letten bij het interviewen. Ten eerste, bereid je goed voor. Verzamel achtergrondinformatie over het onderwerp waar je het over gaat hebben of over de persoon die je gaat interviewen. Dan stel je vooraf een strakke vragenlijst op met mogelijke vervolgvragen. Dat is namelijk al het halve werk. Stel open vragen. Dat wil zeggen vragen die je niet met ja of nee beantwoordt. Open vragen beginnen met wat, wie, waarom, wanneer, waarmee, waar, waardoor of hoe. Met open vragen krijg je altijd meer informatie los. En mocht je het nog een keertje terug willen zien, druk dan gewoon nog een keer op play. Ik zie je. Doei. Waarom doe je dat nou?